staan mijn sperma. Oh ja. Zeg, hebben jullie misschien zin om te groeien 9 maanden lang in de buik van mijn vriendin? Ja. Ik keek ze aan, ze stonden vrolijk in mijn hand. Ik vroeg, willen jullie leven in gezinsverband? Nee, dat leek ze niks, ze vonden de wereld maar raar. Vol met haat, VVD'ers en gevaar. Dus ik vang ze op met de rubber. Mijn vriendin maakt ze dood met de pil. Want leven op deze wereld is wat mijn zaad niet wil. Mijn zaad heeft geen bedoeling. Ik gebruik het recreatief. En mijn vriendinnetje vindt het ook zo fijn. Ze gebruikt het consumptief. Aan mij is vroeger ook nooit iets gevraagd. Ook ik ben er gewoon in gedrukt. Maar als ik toen had geweten wat ik nu ook weet, dan was het pa en ma nooit gelukt. Mijn zaad is zo bescheiden, mijn zaad blijft altijd kwak. Want ze vinden het zo gezellig en ze vinden het zo prettig in mijn balzak.